Prap mensen, welkom bij een nieuwe Skillycam vlog. Jullie zien het. Ik ben in mijn kamertje. Jullie zien hier is alles, toch? Mijn drukkerijtje. Hier is mijn stelling, toch? Op mijn laptop bezig, maar ook, toch? Mijn game room. En, wat gebeurt er nou, joh? Wat is dit dan? In ieder geval, welkom dus bij een nieuwe Skillycam vlog. En we zijn er weer, man, mensen. Ik ben keihard bezig geweest. Ook met trainen. Ja, dat ga ik jullie ook nog wel een keertje allemaal laten zien. Ik wil jullie eigenlijk heel iets anders even laten zien. Dat ik keihard ben bezig geweest met mijn website, man. Mijn website die is gerefreshed. Er zitten een paar nieuwe items bij. Er is ook een aanbieding bij, trouwens. Er zit ook een aanbieding bij. En ik zal jullie even het een en ander laten zien, man. Kijk eens. Moet je eens kijken. Moet je eens kijken. Hoe is het? Kijk, en ik heb nieuwe vlaggen erbij gezet. Ik ben begonnen met de Kaapverdiaanse vlag natuurlijk, omdat Kaapverdi het lekker deed in de Afrika Cup. Maar ik heb nu mijn eigen nationaliteiten er ook bij gevoegd. En ten allereerste is dat Rotterdams. Ja, kun je dat niet horen dan. En mijn moeder is gewoon Nederlands en mijn vader komt uit de Antillen, oftewel Curaçao. En die heb ik er ook bij gezet, dus hé, toch? Ga me checken. Vind je dat nou tof? Je weet toch, support het. En ja man, we gaan lekker knallen. Ik ga zo naar mijn nest. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik nog eerst eventjes Call of Duty spelen. Ja, ik ga even een beetje prrrt. En dan morgen gaan we Sparta pakken. Lekker in de Kuip. Wel een beetje laat om 8 uur, jammer genoeg. Maar het is niet anders. Lekker! Skillycam, wat ben je nou? Matchday! Ja man! Ik heb even geknald weer hier in de gym. Shout out naar de gym. Altijd, je weet toch? En vandaag is het match day. Derby day. Maar we spelen tegen SP, ER, Emma. Ja man, we spelen thuis tegen die gasten hier zo in de Kuip. En ik ben benieuwd. Avondwedstrijdje om 8 uur. Dat is wel echt ellende hoor. Het slaat echt nergens op. Maar maakt niet uit. We zijn er weer bij. Ik heb lekker de training achter de rug gehad. Even een paar andere dingen doen. Kleine van me is bijna jarig. Moeten we nog een paar dingen regelen. Dat gaan we nu ook dus doen. En daarna gaan we lekker naar de Costa. Nou, ben thuis gekomen. En dan zat er al aan te komen. Want mijn vriendin heeft natuurlijk zo'n app. Je weet toch, al die vrouwen hebben tegenwoordig apps. Om dingetjes in de gaten te houden. Voor hun pakketjes natuurlijk. Wil je even dat ik je in beeld zet. Hoe je er zo bij ligt. Hè? Oké. En dus uiteindelijk verwachten we een pakketje. Maar niet dit. Nu heb ik een brief gekregen. Zoals jullie je misschien kunnen herinneren of mensen die me nog niet zo al te lang volgen, pas volgen. Ik was een keertje opgepakt in Polen. Ja man, voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd Shakhtar Feyenoord. En daar heb ik dus nu een aangetekende brief van gekregen ofzo. Maar ik zeg jullie eerlijk. Ik begrijp hier natuurlijk helemaal niks van. Dus ik ga het maar meenemen. Misschien dat Polski me even kan helpen hiermee. Maar mijn vriendin zegt dus dat ik me waarschijnlijk om 4 maart, want zoiets staat hier, 4 maart. En dan om 2:30 denk ik moet melden ergens in Warschau. Eens niet. Nee hoor, ik ga nu lekker naar de kost. Ik ga dit Polski even laten lezen en kijken wat, wat hij erover te zeggen heeft. In de Costa no lots, no glory. Oké dan. Hoe is dat? Shotje. Oké. Lekker. Maar nou heb ik iets wat niet zo lekker is. Kom even mee naar buiten jij. Want nu gaan we het krijgen natuurlijk. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft hierover. Hey toch? Want ik ben er niet blij mee. Hé hey, toch? Polska, je moet me helpen vriend. Met? Rechter. Ja, rechter, zie je. Ja, kijk, maak maar open. Dit is volgens mij, ja, dat gewoon dingen is. Nou gaan we het krijgen. Volgens mij staat er dat ik moet voorkomen om 4 maart om 2:30. Ja, 4 maart moet je bij de rechter zijn. Waar? In Warschau.
En anders? Nee, er staat niks. Voor de rest niks? Ze bekijken het heel maar. Hoe is het? Lekker, ja, maar lekker, man. Ze bekijken het maar. Wie waren er allemaal bij in Polen? Nee, wij waren met z'n drieën. Jij en nog jij. En Polski. Ja, waarom is het niet alleen? Ja, man. Oké, mooi, man. Ja, Chris. Ga GoFundMe starten. Ik moet voorkomen. Ik ga je zien. Niet dat je dat hebt, in Polen. Ja, ik ga daar al bij mijn man. Daar moet je voorkomen. Deze man moet gewoon voorkomen in Polen. Stoi. Naar Warschau, hè. In Warschau. Internationale crimineel, man. Internationale. Niet normaal, man. Ik zeg echt eerlijk. Fuck, man. Hé, toch. Ga die vlog van Polen. Nog even een keertje checken, man. Gevaarlijk, man. Ja, als hij gaat trouwen, dan misschien, maar. Ja, maar wat gaat het zeggen? Dan moet je wel bij zijn. Dan moet ik wel regelen. Die boete betalen. Ik ga jouw boete betalen. Oké, okay. Staat er wat ben je nou? Nou, we zijn er, hoor. In de Kuip. Of niet? Ja, toch? Oh, dit die oude ook bij me. Hoe is Hoe is het? Lekker! Ja, man. Gezellig, man. We zijn er, man. En ja, man, we gaan gewoon weer lekker gezellig naar W1. Ik hoor Jack al door de speakers hier zo. Heel erg. En ja, man, we gaan die gasten in West gewoon even een papier laten ruiken. Oh ja, Rijn af je land! Oké! Oké, geen geintjes! Match day! Ja! Ja, man, hij heeft het laten lukken. Hij deed hem gelijk aan. Nee, toch? Shout out naar hem, man. En we zijn er weer. Hij is niet zo druk als de vorige keer, in ieder geval. Zo, moet je kijken. Hey. Ja, oké, je lachen. Hey. Die dachten dat ik ze niet zou komen opzoeken. Omdat ze me in mijn dikke wagen zagen. Fiat Panda. Slikkenburg. Model. Die man, ja, hè? Hoor je? Zo, al op en zo. Shit! Ja, man. Het is nog warm, hè? Kijk, niet stoppen. Ja, man. Lekker! Ja, man. Nee, man, die man laat het lukken. Schiet het aan de macht! Ja, 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 ja! Noem maar, shout naar deze gozer, man. Ja, ja man. Yeah. Wij gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag. Feyenoord. Feyenoord, olé. Yeah. Stilieken, wat ben je nou? Oké, de tweede helft is begonnen. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb net een patatje geslikt. Ik heb hem echt, ja. Ik had hem nodig, man. Ik had ook een broodje gepakt, net. Ja, hè? Echt, ik had het nee, ik had het echt nodig. Ik heb bijna van mijn stokje. Maar, tweede helft begonnen, nog steeds 0-0. Wat een bende, man. Hey, toch? En, ja, we gaan er het beste van maken, man. Barcheck. Misschien penalty voor Feyenoord. Nou, grappig doen, joh. Minutes later. Wat een doelpunt, hè? Wauw! Ja, man, gekke doelpunt. Dat is een mooie doelpunt. Ja.
bitches. Ali is back. Yeah, Ali's in the tong. Ali's in the tong. Yeah, Ali's in the tong. Yeah. Ali's in the tong. Hold up, wait a minute. Ze zijn afgekeurd, Hens. Ah joh. Hoeveel hebben we nog? Ja, we hebben nog tijd, we hebben nog tijd. We gaan het nog laten lukken misschien, nog een 3-0. Oh, ze laten dit nou tegenwoordig ook zien? Oké, dat is nieuw, dat is nieuw. Op naar donderdag. Ja man, donderdag weer. We gaan het laten lukken. Lekker! Oké, dan. Heren, tot donderdag. Bijna donderdag. Als ik niet moet draaien, man. Ja, die man moet draaien. Geen jointjes. Maar dat zijn films, hè. Ja, man. Tonde, jij nou eens even Eindhoven met je Denzel Washington. Kijk. Man, oké. Oeh, ik sprok even, man. Die man nog. Niemand dacht dat hij zijn batterij had aangelaten. Zou wel echt een lauwe zijn, ik zeg je echt eerlijk. Zou wel goed voor je zijn ook. Precies hier blijven staan tot maandag of zo. Zou je hem hier laten? Ja, 100%. 100% uur. Ja, nee, nooit spannend, Bandy. Bonsima, rustig. Wat ben je nou? Oké. Bijna bij het einde van de vlog, mensen. Jullie zien, ik zit lekker in de auto. Volle auto, vrouwtje ernaast, Jewels achterin. Mijn oma ook weer achter mij. Die vindt maar niks. Die houdt helemaal niet meer van auto's of in de auto zitten. Helemaal niet op de snelweg. We zijn onderweg naar Beekse Bergen. Zoals ik al zei in de vlog. Jewels is dinsdagjarig. Dat is inmiddels alweer morgen. Misschien wanneer de vlog online is, dan is het alweer dus vandaag op het moment. En we gaan daar naartoe. Maar ik zat in één keer te denken. Ik zou eigenlijk Oscar checken. Weet je wel? Want ja, hij zou gaan bellen voor mij. Voor dat, hoe heet dat? Voor die, voor die brief die ik heb binnengekregen natuurlijk uit Polen. Dus we gaan even kijken of ik hem, want hij heeft me nog niet gebeld. Dan ga ik hem even zelf bellen. Goedendag, dit is de voice. Oké, Damien heb ik niet opgenomen. We gaan het meemaken. In de volgende vlog gaan jullie dat weer zien. Ja? En dan laat ik jullie wel weten wat Damien erover te zeggen heeft. De volgende vlog wordt die tegen Roma. En we gaan ze even een pizza puntje laten ruiken. Ja, lekker! Oh ja, vergeet niet een like te zien gooien. Subscriben en je meldingen aan te zetten voor de volgende vlog. Yes? Silly Cam, waar ben je nou?